How's it morning already? Wie zegt dat je in Hollywood geen films meer kan maken zonder de hulp van grote studio's? Met Skyline bewijzen de gebroeders Strauss dat ze de grote Hollywood miljoenen niet nodig hebben. Hun eigen videomateriaal, hun zelfgeschreven script, enkele honderdduizenden dollars en hun rijke ervaring in de visual effects department bij onder andere films zoals Iron Man, Fast and the Furious en Battle Los Angeles. Ja ja, dat laatste heb je goed gehoord. Het gerucht gaat de ronde dat de Strauss Brothers zelfs ideeën zouden hebben gestolen van de invasiefilm met het grote budget. Of die geruchten nu waar zijn of niet, ze zijn erin geslaagd om hun film te maken zoals zij die wilde, en dat is toch waar het om draait in de filmbusiness. We krijgen in deze film het gebruikelijk invasion verhaal, aliens komen naar de aarde en een groepje mensen probeert te overleven. Het is te zien dat de grote dollars naar de visual effects zijn gegaan, aangezien deze adembenemend zijn. Zeer groots, zeer spectaculair, maar wederom niets dat we al niet eerder hebben gezien. Ik krijg zelfs het gevoel dat de Strauss Brothers hun inspiratie voor hun design gehaald hebben bij hun eerdere Aliens vs Predator film. Daarnaast krijgen we de gebruikelijke no-name actors. De grootste naam die in deze film zal zien is Donald Faison, en als je die niet kent, dat is die kerel van Scrubs. Toptalent moet je dus niet verwachten, en een Oscar nominatie voor beste bijrol of beste hoofdrol zit er dan ook niet in. Ook de setting blijft redelijk eentonig. De volledige film is opgenomen in het appartementsgebouw van Greg Strauss zelf, waarschijnlijk om de kosten te drukken. Hierdoor krijgen we jammer genoeg heel weinig te zien van de alien set die voor deze film gebouwd werd, en die eigenlijk enkel in de laatste 5 minuten van de film voorkomt. De film verloopt redelijk voorspelbaar, eentonig. Zoals ik al gezegd hebben, niets dat we nog niet eerder hebben gezien. En net als je de film volledig wil afschrijven als een door de weekse 13 in een dozijn invasion film, halen ze toch wel dat witte konijn uit hun hoed. De laatste 5 minuten van de film zijn ronduit spectaculair. En net wanneer je denkt dat de actie zal losbarsten, krijg je de credits. Skyline was geen geweldige film en op zich zou hij ook geen sequel verdienen, maar ik denk dat het einde de meeste kijkers toch wel heeft warm gemaakt voor een onvermijdelijk tweede deel, met hopelijk een iets groter budget en misschien zelfs een beter verhaal. Dit was Lost in Hollywood voor deze week. Maak er nog een fijne filmavond van en ik zie jullie volgende keer. We're at war. Once you look, it grabs hold. Trusted Hollywood.